begrafenis te doen. In het arboretum van Bouillon val ik als Amerikaanse reuze zilverspar niet zoveel op, omdat het hier vol staat met vreemde bomen. Want ook ik ben een immigrant uit Noord-Amerika en werd hier zo'n 100 jaar geleden geplant. Met mijn 43 meter hoogte mag ik mezelf trots de tweede grootste spar van België noemen. Haha, op die manier neem ik heel veel kooldioxide op, de afvalstof waarvan onze lucht te vol zit. En die kooldioxide zet ik om in zuurstof en dus lever ik goed werk voor het milieu. Dat de lucht hier zuiver is, kan je wel merken aan de Ardeense wouden waarmee Bouillon omgeven is. Iedereen die het rustige stadje aan de Semois met zijn indrukwekkend middeleeuws fort van kruisvaarder Godfried van Bouillon komt bezoeken, gaat een stuk gezonder terug naar huis. Wallonie 2008.be